Dames en peertjes, hartelijk welkom bij een nieuwe video van Minecraft. En we gaan een beetje een kijkje nemen in 1.8, wat er nieuw is. De nieuwe snapshot. Dus ik hoorde nieuwe mobs, nieuwe blokken, nieuwe dingetjes. Blijf kijken na het intro. Okay, people, let's go to work. Volgens mij ziet dit er heel anders uit. Qua leaves. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar volgens mij het lijkt alsof het er allemaal anders uitziet. We gaan gelijk een beetje richting het water, want daar gaan we namelijk waarschijnlijk een nieuwe mob vinden. En ik ga het allemaal voor het eerst zien. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zit in de creative modus, dus ik kan lekker vliegen wat ik wil. En dan kunnen we even de block ID's gaan kijken met elkaar. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik het monster al zag. Er is namelijk een zeemonster nieuw in het spel. Maar we gaan het gewoon eens even kijken in ons inventory, wat we allemaal voor spullen hebben. Ik zie hier een wet sponge. Dat is een nieuw object. Ik ga eens kijken wat het kan. Het is gewoon een natte spons, joh. Ik weet niet of het kan er water in komen. Nee. Een natte sponge. Oh, daar druipt ook allemaal water vanaf. Wat grappig, joh. Wauw. Ik weet niet waarvoor je dit zou kunnen gebruiken, maar het ziet er wel heel apart uit zo. We gaan naar het volgende ID kijken, want dit zijn dus alle ID's die we hebben. En ik ga gewoon langzaam scrollen in het lijstje of te kijken of we iets nieuws vinden. Oh, echt een hele mooie toevoeging dit. Ja, prachtige zandblok in de lucht. Heel mooi, ook nieuw allemaal, nieuw. Heel veel nieuwe blokken natuurlijk, dat granite en dorite, als ik het goed zeg. Maar dus een cave en dat zat gewoon onder water. Als ik hier naar boven graaf, kom je gewoon uit op een zeegebied. We gaan even verder kijken, jongens. Stel je voor, je gaat naar de fence. Je ziet dat de fence ook wat meer details hebben gekregen in het blokje. En als je de keten in je handen houdt, dan hou je hem dus ook een soort van schuin. Heel apart. Ik weet niet hoe je hem dan... Misschien hou je hem wel realistischer vast of zo, denk ik. Ook de iron trapdoors hebben we nu. Dus dat betekent dat we dat alleen via levers, net als de iron deuren, gewoon via levers kan je, of buttons kan je die activeren. Heel gaaf gedaan. Nou, en wat ook nieuw is, zijn nieuwe endermites. En die komen uit de enderman. Ik weet niet of ik het kan laten zien hier door een enderman te doden. Nee. Nou, die beestjes zien er zo uit. We hebben natuurlijk een egg. Dat zijn kleine silverfish monstertjes. Maar dan met een paarse gloed eromheen, zoals jullie zien. Ze zijn ook wat kleiner en ze hebben één oog. Heel apart. Kijk of ik ze nog verder kan laten bewegen. Nog niet echt. Ik zou even game mode 0 gaan. Kijk, ze kunnen het flink aanvallen. Nou, zoals je ziet is het ook echt heel erg veel gras. Het is echt bijna elk blokje is gevuld met gras. En ik heb een village gevonden. En daar gaan we nu wat vets doen. Echt toevallig, want ik was de hele tijd naar aan het zoeken. En we gaan eens even kijken wat daar is. Ik ga mezelf healen als het kan. Ik kan mezelf niet healen. Nou, Nightfishing gaat het binnen 1 minuut is weg. Hier is een village. We gaan kijken wat hij gaat doen. Ik ga gewoon even een paar volgen. Ik hoop dat ze het gaan doen. Gaan we wat doen? Kom op, ga doen. Ik plaats een paar nieuwe. Ja, kijk. Ik weet niet of jullie het hoorden. En zoals je ziet, zijn ze zelf dus aan het farmen eigenlijk. Kijk nou, fantastisch. Ze pakken dingetjes op zelfs, items. Die kleine doet het allemaal, joh. Schattig. Kijk nou, hij is gewoon heel die farm aan het looten. En er is nog iets. Ik weet niet of ze het gaat doen. Ik ben heel benieuwd. Ik plant gewoon heel veel. En weer mooie gebieden die in de lucht zweven. Prachtig. Helemaal nieuw. Dit is ook nieuw. Mooie textures. Oh, en een kleine staat op de cactus. Ik zal hem redden. Voor deze ene keer. Nou, ik zal dit eens even allemaal boomwiel geven. Dan kun je nogmaals zien hoe ze dat doen. Dat is echt gek dit. Let op, de villagers die vinden zoiets van, hey, dat moet geoogst worden. En terwijl ze dat doen, kunnen we nog wat laten zien. Namelijk een slijmblok. Nou, het is heel makkelijk. Je springt erop en je wordt, ja, teruggeveerd. Dus dat betekent als we heel hoog gaan. Dus laten we zeggen, een blok of 60. Let op. Dan zul je dus ook keihard omhoog worden gesponged. Echt heel geinig. Oh, ze zijn weer bezig. Kijk, die kleine. Ik vind oh, die grote doen het ook. Ik dacht, die kleine doet alleen maar farmen, joh. De sterren zijn ook omgedraaid, zie ik in één keer. Heel apart. De sterren stonden meestal, ja, naar ons toe. Maar nu staan ze dus gedraaid. Oké.
Ik zie hier een Sea Lantern. En hier zie ik nog wat nieuwe. Prismarine. Een Prismarine Brick. En een Dark Prismarine. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat zijn nieuwe ID's. Het blijkt dus dat dit een lichtje is. We kunnen dat niet echt zien. Dus misschien ja, we moeten wachten tot het donker wordt. Ik heb hier nog een ID. Het ziet eruit als een, ja, echt een zeeblok. Ik denk dat je wel hele vette dingen hiermee kan maken. En een beetje een soort van... Hoe ziet het eruit? Een beetje... Ja... Alsof er een raster tegen een blok aan staat of zo. Ik ga eens kijken of je onder water goed kan kijken met die Sea Lanterns. Oh, wauw. Dat ziet er heel apart uit. Heel apart. Ook een beetje dat blauwachtige kleurtje. Heel gaaf. Ik vind het vet gedaan. En ook als je boven water zit, ziet het er ook hartstikke leuk uit. Tof. Ik denk dat het wel heel erg leuke toevoeging heeft. Ik zie gelijk alweer nieuwe dingen. Diorite. En Polish Diorite. Die had ik nog helemaal niet gezien, die twee blokjes. En dit ook. Polish Granite en Granite. Wauw, volgens mij hebben we echt een wonder zeebare upgrade gekregen. Het lijkt net een beetje gravel of een beetje, ja. Nou jongens, ik heb hier gewoon wat proberen te bouwen eigenlijk, een beetje kort. Het ziet er wel apart uit. Ik heb een beetje sponge laten neerzetten dat het een beetje waterstijl krijgt. Wat ik wel zie als een bug, en ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien, ik denk het wel, zie het, is dat het onzichtbaar wordt, de blokken. Nou, bij deze update hoort natuurlijk ook de Guardian. En de Guardian is eigenlijk het nieuwste monster in Minecraft. Ik ga hem spawnen en dan ga ik in game mode 0 om te kijken wat ze doen. Het is een heel apart beest, niet schrikken, dames en heren. Dit is hem. Het is een beestje wat heel snel zwemt, zoals je ziet. Wauw, wat gaan ze snel. En ze hebben één oog. Ze zien er best wel creepy uit. Ze maken hele enge monsterlijke geluiden. Ik ga er gewoon een paar spannen hier. Ik pak even een zwaard, want ik denk dat die beesten best wel... Ja. Holy. Kijk hoeveel te zwemmen. Ik ga in game mode 0. Oké, nou moet ik gaan uitkijken. Ik heb gehoord dat die beesten namelijk flink hard kunnen aanvallen. Oh! Wat? Weg! Wat doen ze? Ze spuiten. Wat gebeurt er dan? Oh! Shit, hé. Met een oogspuit. Ik ben gewoon bijna dood. Ik moet er één doden, jongens. Hoe gaan we dit doen? Ik heb nog één ei. Ik ga hem gewoon spannen en ik ga hem killen. Ik wil natuurlijk wel een appeltje. Heb ik ook weer niet. Let op. Oh, ze doden ook andere monsters. Ze doden all ocelots. Waar is dat beest? Waar is dat beest? Hier is die. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Nee, ja, ik heb hem doodgemaakt. En dit kan je ook doen met een button. Vanaf de bovenkant en vanaf de zijkant. En we doen er één zo en een paar daar. Zie je dat? Kan allemaal. Onderkant, bovenkant zelfs. Aan de bovenkant, dat is ook al raar, hè? Bedankt voor het kijken naar deze update. En tot de volgende keer. Doei!